Nou, we zitten hier in Bovenspilde. Het is de 19e juni. Of is het mei? 19 juni. Waar zitten we? Marjolein, waar zitten we? We zitten in het park Witte Zomer. Witte Zomer? Witte Zomer. Ja. En Assen. In de buurt van Assen. Gemeente Assen. Was je er wel eens geweest? Ach, ja. Volgens mij ben ik hier in mijn zeer jonge jaren wel eens geweest. Oh. Dat is niet zo lang geleden. Deze huis is hier nog niet stond. Dat is wel lang geleden. En volgens de ene Theo van der Lans zitten wij achter het circuit van Assen. Het is zaterdag 17 mei. We zijn net op weg en Marjolein die gaat zich nu half uitkleden. Omkleden. Marjolein heeft bruine benen, dus die wil ze graag laten zien. Nou, dat gaan we eens even zien. Ik zoom even in nu. Nou, je hebt geen dooddijen. Terwijl mijn beroep dat wel met zich meebrengt. Gaat alles nog goed? Ja, we hebben nu 1,5 minuten bewogen. We hebben 5,28 kilometer gelopen. We hebben 7 minuten 49 stil gestaan. En de gemiddelde snelheid, 4,5 kilometer. En we lopen nu ongeveer 5 kilometer. Dat is een mooi. Jumpbeer. Kijk ook wat goed staat ik, hè. Ja, we hebben het over jullie. Gewoon Loerveld. En wij mogen daar gewoon doorheen. Als je hier ooit kreeg, dan ben je. Een rapportage voor de leuke thuis. Nou, dat ging toch goed, hè? Ja, dat ging goed. Net ook. Ja, Marjolein. Ja. Ja, beter voorzichtig als zo bang heb je als te rennen vallen. Klein mierenhoopje. Die kreeg ook een kippen van. Nee. Maar wat we komen volgende keer gewoon weer de noten uit. En wat voor noten zijn het? Van alles. Er zitten walnoten in, er zitten hazelnoten in, er zitten Vogelsnoten. Theo. Ja, acht. 1, 2, 3, 4. Ik denk allemaal. 5, 6, 7 mannen. Ja. Okay. En we zitten hier in de vier linden. Linden. Vier. Energie. Theo maak je ze weer aan het schrikken, zoetje blimbo's? Ze moeten boe zeggen op de. Hebben we geluk? Stop. Ga je doen? Op het water nemen, tegen de dorst. De vocht opnemen die. Ja, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Dus daar. Zo
Familie Van Daal. Ja. Waar is uw vrouw? Ja. Oh, ze gaat een foto nemen. Hoeveel kilometer zitten we nou, Marjolein? Ik ga zo kijken of ik mijn schoenen aan heb. Oké. Het zijn altijd die anderen. Nou, we zitten nu ongeveer op een kilometer of 17, 18. Iedereen begint toch zijn voeten wel wat te voelen. Dan begint het ook wat te regenen. Nog kilometer wacht. 7. We zijn er bijna. Hoe lang nog? Uurtje of 2. Uurtje of 2. Goed. Het is zondag, de tweede dag. We gaan op weg naar Haren en we zitten hier bij prachtige oerossen. Schitterend. Het is jammer voor de paardjes dat je opgezet hebt. Het zou dit zijn, botje. De Drentse A. Ah, dat is mooi. Wat kwam je nou net tegen, Sonja? Een orchidee. Een echte? Een echte, ja. En je hebt het helemaal niet gezien. Nee. Wat? Die had ik nog niet gehoord, maar het is wel aardig. Ja. Succes vandaag. Wanneer zijn jullie begonnen? Zeg eens zo. Was door Jessa J.A. de profeet zeker. Dat is ziekenhuis. Ja, nee, een psychiatrisch. We zitten hier in Zuid-Laren. Het begint een beetje te regenen. En Zuid-Laren is natuurlijk bekend voor zijn paardenmarkt. En, maar goed, dat doet er niet toe. De regenjassen gaan weer aan. Het is trouwens een fantastische dag. Nou, ik denk dat hier dan de beroemde paardenmarkt al plaats zal vinden. 800 jaar is het hier op paardenmarkt, zeg gewoon ja. Ik heb wel het idee dat de tijd niet helemaal klopt hier. Ik heb een best buitje. We zijn overvallen in het open veld door een regenbui. Ja, want als we hier hadden gelopen, had het wel meegevallen. Nou, tussen Zuid- en Midlaren heeft ons een behoorlijke bui getroffen. Maar het is prachtig hier.
Bami en mie hebben we. Wij maken bami. Zonder mie. Hier hebben we onze laatste stop gehad. Nog een uurtje naar Haren. Het moet van een zure regen zijn. Of zullen ze in het nattigheid staan dat ze daarom dood gegaan zijn? Bruinlijn. Huis opzoeken. Misschien Nijlgans of zo. Ja, ik. Ja, Daniel, Boer, met z'n vrouw. Eindpunt van deze dag. Eindpunt. Nee. Die is niet op. Nee. Maar je kan hier wel eraf, ja. En dit is ons huisje. Prachtig huisje. Ja, ik speel nu ook niet bij. Ja, ik meld het gewoon op. Ja. Wil er iemand nog een beetje yoghurt? Laatste leukjes. En dan bakken. John, hoe kijk je er nou op terug? Het was een prettige dag. Een mooie route. Beetje regen gehad. Ik ben tevreden. Nee, joh? Ik ben heel tevreden. Goed. Ik denk dat we allemaal wel redelijk tevreden zijn. Met het geleverde resultaat. Of niet? Ja. Zeker. Nee, alles. Nee. Ik heb het vooraf gezien van de week bij de interview. Op een stuk ook veld. Wil je nog iets toevoegen? Ik wil niet verder iets toevoegen. Mooi dag. Kijk. The suburbs of the outskirts of town. These are the places old friends push me down. Nothing but the dark stars shining on me. Loneliness seems to be my destiny.